Antea Groep, een van de grote ingenieursbureaus in Nederland, waarbij we innovatie hoog in het vaandel hebben staan en daarbij vooral onze domeinkennis willen koppelen aan nieuwe technologieën en daarmee meerwaarde voor de klant willen leveren. Een mooi voorbeeld daarvan is het viaduct achter ons, het Stephenson viaduct. Het is een viaduct uit 1963. Langzaam steeds verder aan het verouderen. En dat betekent dat hij langzaam aan het einde van zijn levensduur komt. Net als veel andere viaducten in Nederland. Dus komt dus een enorme vervangingsopgave op ons af. Het Stephenson viaduct in Leeuwarden wordt het eerste smart bridge in Nederland. Dit viaduct gaat uiteindelijk zelf zijn levensduur voorspellen. Met een 30-tal van dit soort sensoren gaan wij data verzamelen. En hier is echt domeinkennis, civiele technische kennis koppelen aan data, informatiescience en op basis daarvan levensduur voorspellen. Wat het de gemeente op gaat leveren is dat zij als het goed is het viaduct straks langer in stand kunnen houden dan dat ze nu geprognosticeerd hebben. Dat gaat de gemeente uiteindelijk een besparing in financiën opleveren, maar uiteindelijk ook een duurzaamheidswinst. Omdat we uiteindelijk materialen langer kunnen gebruiken en op die manier efficiënter beter kunnen inzetten.